ga je toch nadenken. Waarom maken we van jouw schuur niet een fucking lab, jongen? Heb jij geluld? Als ik had geluld, stond je hier niet. Heel goed. Eigenlijk was ik nieuwsgierig. Waarom je destijds bent weggegaan van de boerderij? Daar praat ik liever niet over. Je weilanden, je hebt schuren. Binnen korte tijd kunnen we een hoop geld verdienen. Zijn we zo uit onze schulden? Als we gepakt worden, wat dan? Hé, hey, gozer. Jij raadt nooit wie hier was? Nou, wie dan? Debbie. Je moet kennis vergeten, Debbie. Forget and forgive. Ik heb wat geld bij elkaar geschorven. Ben je meteen aan de slag. Wat er met jou gebeurt, kan nog geen reet schelen. Jij belt hem morgen op en je zegt dat je zwanger bent. Ja, ik heb hier geen zin meer in. Het hele gedoe met die cannabis en Debbie, het zit me echt tot hier. Ik help mensen. Het enige wat jij doet, is mensen naar de kloten helpen. Als ik jou een opdracht geef, dan verwacht ik 200% inzet. Ja? Afspraak is afspraak. Het is gewoon hartstikke fucking goede business, weet je. En dat was onze toekomst. Ze zegt dat ze is gepakt met zo'n 10.000 stuks.